Hallo, ik ben Julia Woning en vandaag laat ik je in mijn art journal zien hoe je met de Pronti Crafts bij Julia Woninglijn een hele leuke art journal pagina gaat maken. Dus even kijken waar ik dat kan doen, of ik nog ergens een plekje over heb. Volgens mij, ja, hier in deze. Super handig, deze art journal bij Julia Woning. Kan je de boekjes zelfs pimpen en er heel makkelijk uithalen. En dan gaan we vandaag met deze werken. Ergens heb ik nog, kijk, dit is ook een leuke pagina. Deze. Workshop nog steeds te doen, hè, en te volgen. Stap voor stap leg ik uit hoe je deze kunt maken. Hier heb ik ook nog steeds een workshop van. Spelen met acrylverf. Dit is een jellyplate afdruk. Nou, die ligt te wachten om iets te doen. Maar ik ga vandaag op een blanco pagina werken. Deze twee. Ik ga hem even vastplakken op de tafel. Zodat hij niet verschuift. En niet erg gaat bobbelen. Dan gebruik ik een crepe tape voor. Deze vind ik eigenlijk wel heel fijn. Deze is van Tesa. En dit is de Perfect Tape van Tesa. En die is ook heel makkelijk eraf te halen zonder je papieren te doen scheuren. Zodat ik zeker weet dat die niet loskomt. Zo. Goed aanwrijven. Nou, dan ben ik klaar. Kijk even op mijn camera of die... Ja, perfect. Die staat er precies mooi op. Voordat ik hiermee verder ga, ga ik een beetje gesso gebruiken. Maar ik gebruik hem niet als ondergrond, maar ik gebruik hem als een trucje. En hoe bedoel ik dat? Nou, gewoon met een kwast breng ik willekeurig gesso aan. En je ziet ook, ik ga niet helemaal naar de buitenkant. Ik doe het echt vooral aan de binnenkant. Een mooie vlek maken. Echt ook een beetje een penseelstreek gessolaag. Zo, dit is het. En dit laat ik drogen. Dit kan je natuurlijk versnellen door even met een mietel. Ik zal even een mietel pakken. Waar die is gebleven. De thee even uit de ruimte halen. Zo. Dan ga ik hem even feunen. Misschien is die hier een beetje te dik en hier te dun. Dus ik help hem een beetje met drogen. Er zitten wat korreltjes in, maar dat is allemaal niet zo erg, want dit is een ondergrond. Maar belangrijk is dus dat je het papiergedeelte ook open houdt, want daarmee kan je een trucje maken. Volgens mij is die nu wel aardig droog. Wat ik heel fijn vind is om te werken met een schuursponsje. Die ik gewoon in drieën knip. En maar dan hoef ik het niet steeds schoon te maken. Ja, erg ben ik, hè. Eens even kijken. Ik ga een leuk stencil pakken. Dit keer ga ik voor... Even kijken... Mijn verzameling. Nou, volgens mij ga ik vandaag met deze bloemen werken. Nou, je ziet, mijn stencils zijn niet schoon. In een bakje met biotex maak je ze wel schoon. Maar ik vind dat op deze manier prima werken. Voordat ik met stencil ga werken, is deze laag dus droog. En pak ik even op een palet een kleur. Acrylverf. En ik wil wel iets zomers. Dus een mooie gele kleur. Een warm gele kleur. En een mooie roze kleur. Kijk of die wil. Oké. Met een penseel kwast
maak ik hem nat en breng ik die kleur vrij snel aan. En op verschillende vlekken, verschillende plaatsen, breng ik die aan. Ook nu even de roze, wat natuurlijk een beetje oranje wordt omdat er geel in mijn kwast zit. Maar belangrijk is dat je nu even snel bent om alles wat je ziet te voorzien van een kleurlaag. En je ziet, ik gebruik een beetje een verticale streep, dus hou daar een beetje rekening mee. Dus dat je niet heen en weer gaat, dat kan hoor, maar nu gebruik ik hem een beetje zo verticaal. Nou, volgens mij is al het witte weg. Nu pak ik mijn stencil, nu moet ik wel snel zijn. En dan ga ik met zo'n droog sponsje, ga ik dat wegvegen. Belangrijk is natuurlijk dat je je stencil even goed op zijn plek houdt. Zelfs een beetje water in je sponsje, schoner sponsje. En ga ik hier even met een heel klein beetje vocht overheen. Weer de andere kant gebruiken. Gewoon met een beetje water veeg ik dit eraf. Goed zo in die hoeken. En dan haal ik hem eraf. Kijk hoe leuk. Dat ga ik hetzelfde doen aan deze kant. Dus ik poets met een licht vochtig sponsje. En nu zie je, daar waar ik de gesso heb geplaatst, geeft hij veel makkelijker de acryl af dan op het papier. En dan krijg je zo'n mooi effect. Kijk. Dat hij hier lichter is en aan de buitenkant niet. Dus heb je eigenlijk al op die manier een kader gemaakt. Nu is het belangrijk om dit te laten drogen. Even versnellen met de heat tool. Droogsponsen. Even die verticale lijnen weer. Mocht hij nog ergens nat zijn, zeg maar. Dat is een mooie ondergrond. Maar wat kunnen we daar nog mee doen? Weer met gesso ga ik willekeurig gewoon wat witte vlekken maken. Ik weet van tevoren niet echt wat het wordt, hè? Het is altijd weer een verrassing. Het is echt een reis die je maakt van hoe kan ik deze pagina nou leuk maken. Wat ik wel doe is met oneven herhalingen werken. Dus ik werk nu ook met 3 witte vlekken. En ik bouw dat een beetje op. Dus daar zit wel een gedachte achter. Maar waar het komt en wat er gaat gebeuren, dat weet ik eigenlijk nog niet. Je kan natuurlijk ook witte acryl gebruiken. Maar ik had toevallig die witte gesso voor me. Dus ik denk van nou gebruik ik gewoon die witte gesso. En dat gaat ook prima. Je ziet dat hij er een beetje doorheen komt en dat geeft ook niet. Geeft wel een apart effect. Nog iets meer kleur neerzetten. Ik draai hem wel weer gelijk dicht, dat lijkt me wel handig. Pak ik nu een ander stencil. In dit geval deze. Dat is ook zo'n mooie. Die leg ik neer. Beetje zo half. Misschien meer deze. Ja. Met een licht nat sponsje ga ik hier weer de gesso weghalen. Kijken wat er gebeurt. Ja. Ook hier. Gewoon een herhaling. Misschien toch nog een beetje meer. Wat voor kleur? Ik ga een beetje meer naar donkerroze. Magenta kleur is dit. Guido Crido Magenta van Ara. En laat ik hier wat met de kwast doen.
En je ziet, ik draai een beetje met mijn kwast. Ik heb nog niet zo het idee van wat ik nou precies wil gaan doen, maar iets van een verticaal. Dus ik draai een beetje met die kwast. Een beetje spelen met de acrylverf. Ja, dit vind ik wel mooi. Dit vind ik wat minder. 1, 2, 3, 4, 5 ongeveer. 1, ja. Een beetje ongelijk. Hè? Oneven getal altijd gebruiken. Want anders krijg je dat idee van 1, 2, 3, 4, hoedje van. En dat willen we niet. Nou, hier vind ik hem iets te veel. Dus kan je het ook weer weghalen als je snel bent. En dan kan je een betere lijn maken. Let op dat je hem niet helemaal dicht smeert, hè? Want dan zie je echt niet meer wat je aan de onderkant hebt gedaan. Misschien ook leuk is om met een rond penseeltje te werken. Dus even met een ronde. En daar nog een beetje fijne lijntjes. En waar doe je dat? Nou, ik zeg altijd, daar waar je het niet mooi vindt, daar ga je nog een beetje mee spelen. Dat wat je mooi vindt, en dat is dus heel persoonlijk, daar blijf je vanaf, zal ik maar zeggen. Dus hier mag nog wel iets gebeuren. En breng ik zo heel voorzichtig. Dit vind ik wel een mooie. Deze eigenlijk ook wel. Maar hier misschien. Toch nog een extra lijntje. En dit laat ik weer drogen. Wel steeds je penseel in het water zetten. Zodat hij goed kan. Goed nat blijft. Zodat hij niet opdroogt, hè, met acryl. Want anders kan je je penseel weggooien. Dat is een beetje zonde. Dit uiteinde vind ik wat minder mooi. Toch nog even aangeven. En goed drogen. Nu ga ik even in mijn voorraden papieren kijken. Nu heb ik in mijn art journal gewerkt. Maar ik werk dat ook heel graag op losse A4'tjes. Niet van dat dikke papier, maar gewoon dat dunne tekenpapier. En dan ontstaat er echt een... ja, een verzameling van papieren waarmee je dus nu kan werken. En ik ben iets op zoek naar een andere kleur dan dat roze wat ik net heb gebruikt. Allemaal vellen die heb ik gemaakt met stencils, met acrylverf, met of zonder de jelly plates, of gewoon met een braaier even rollen. Ik ben even gewoon naar iets op zoek. Even die stapel. Handig die dozen. Ik ga het allemaal heel mooi in bewaren. Dan ga ik even spitten hoor. Even kijken. Welke kleur ik denk van. Ik ben even naar iets op zoek. Nou, die vind ik op zich wel leuk. Is allemaal een beetje te gelig. Kijk. Ook. Met glitters. Misschien vind ik dit wel grappig. Die even apart houden. Waarom kan ik dan niet zeggen? Hè? Nee, die vind ik te blauw-grijze. Gewoon een beetje op je gevoel afgaan en een beetje zoeken. Deze misschien, dat vind ik wel leuk. Die ook wel. Die vind ik te eenkleurig. Ik kan dat dus op verschillende papieren doen. Verschillende ondergronden doen. Dus de ene keer ben ik echt op los papier bezig. De andere ga ik in het journal werken. Het is gewoon stap voor stap. Ben ik op zoek naar een leuk sfeerbeeldje. Zie je, met verschillende stencils. Oh, deze is misschien wel heel leuk om te gebruiken. Nou, ik denk dat ik nou wel iets heb waarmee ik uit de voeten kan. Dus ik leg even mijn verzameling weer netjes weg. Anders heb ik geen overzicht meer. Ken je dat? Dat dan je werkplek helemaal ontploft. Nou, ik wel. Kijk, en dan heb je je papierverzameling mooi in een doos. Werkt super, althans voor mij. Kijk, ik wilde een contrasteren. Oh, nee, toevalstreffer. Heb ik toch nog misschien iets met rondjes. Ook leuk. Zie je, dit zijn toevalstreffers. Die kwamen uit die doos. Misschien dat ik daar wat mee ga doen. Ik wilde dus een contrasterende kleur. Dus ik heb hier heel erg voor warme kleuren gekozen. En nu wil ik iets met
een koelere kleur erbij doen. Ik zeg dat ik deze ook wel erg leuk vind. Deze is misschien iets te glitterig. Ik ga deze gebruiken. Wat ga ik doen? Ik ga steuren. En ik ga... Kijk, als ik zo scheur, krijg ik een wit randje. Als ik de andere kant scheur, heb ik geen wit randje. Dus ik wil nu iets met een wit randje. Dus ik ga ook op deze manier scheuren. Zie je, hier zit nou geen wit randje. Als ik zo scheur. Dus ik ga die kant scheuren. Zie je dat? Dus het heeft echt te maken met hoe je scheurt. Klinkt een beetje raar, maar dat is wel zo. En dat is leuk, want hier kan je dus mee spelen met dat scheurrandje. Dan ga ik er meerdere maken. Ik kan het een beetje afwisselen. Die er even afhalen. En kijk maar wat er gebeurt, hoe het ontstaat. Oké, nu heb ik een aantal van deze vellen. En je ziet, ik ga dus ook weer die verticaal doen. En ik ga kijken waar ik wat kan plaatsen. Ook aan de onderkant. Misschien wel zo. En ook weer 5, hè? Of 3 of 5. Het is niet 4, zal maar zeggen. Beetje een algemene regel. Ik ga hem hier plaatsen. Maar deze wil ik lager hebben. Misschien kan ik hem verlengen. Dus dat ik hem langer maak. Ja, volgens mij vind ik dat mooi. Maar hoe gaan we dit nou opplakken? Je kan op verschillende manieren opplakken. Je kan het met een medium opplakken. Je kan het met lijm opplakken. Laat ik met een medium. In dit geval heb ik deze. En daar gebruik ik een penseeltje voor. En ik ga dat gewoon op mijn werk insmeren. Kan prima. Ga ik hem recht doen, schuin? Nee, ik ga hem zo doen. Maar ik vind dit, deze lijn vind ik iets te breed. Dus die ga ik ietsje bijwerken. Zie je dat? Zo, weer medium pakken en ik smeer het eroverheen en ik ziel hem als het ware in. Let op, als er verf loskomt, omdat het toch nog niet helemaal droog was, dat je wel mooi blauw blijft houden, dat hij niet roze wordt, want dat is niet de bedoeling. Hier aan de onderkant even goed insmeren. Nou, zo ga je één voor één het erin plakken. Je kijkt ook gelijk van waar wil je hem kwijt en hoe lang wil je hem dan hebben. Zodat hij er goed helemaal in de medium zit. En dat hij er lekker vastplakt. Dat is een beetje het idee erachter. Ook hier nat maken. En vastplakken. Die weet ik nog niet. Dat zijn allemaal dingen die ontstaan. Hè? Het is niet zo van tevoren helemaal uitbedacht. En dat vind ik juist het leuke aan art journaling. Dit soort pagina's maken. Je bent gewoon met kleur bezig. Je bent met vorm bezig. En je weet niet wat het wordt. Laat dat maar gebeuren. De handeling is belangrijker dan het uiteindelijke werk. Dat het uiteindelijk een leuk ding wordt, is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Maar... Nog even die vorm. Ik zei geen 4, hè? Er moest iets met 5 gebeuren. Even kijken welke ik... Ja, deze. Nat, nat, plakken. Misschien toch nog 1. Om dan als het ware verlengen.
Volgens mij wil ik dat. Maak hem nat. Plak hem vast. Hier. Hoe leuk is dit? Hier heb ik het stencil leaves voor gebruikt en hier de flowers. En die andere zijn de circles. Ik zal in de tekst zal ik de codes geven voor deze stencils die ik heb gebruikt. Ik ga hem nu weer even feunen. Zo. Terwijl dit aan het drogen is, ik denk dat we hier al aardig klaar mee zijn. Ga ik deze even wegleggen en ga ik je laten zien hoe je hier een element op kunt plakken. Ga ik nog iets met deze doen? Nee, dat is hem niet geworden. Misschien deze? Nee, volgende keer misschien. Gewoon weer in je verzameling. Wat wel belangrijk is, is om nu even alvast met een superschermmesje, maar heel voorzichtig, langs de rand van waar je tape hebt zitten, dit eraf te halen. Maar heel voorzichtig, hè, want dan snij je in het papier. Dat is niet de bedoeling. Even eraf snijden. Ik laat hem er nog wel op zitten, zodat hij even goed kan drogen en strak blijft. Dus dat is wel handig. Let op, super scherp mesje. Oké, hoe gaan we nou er iets op plakken? Ik wil iets met voorjaar doen, dat lijkt me wel leuk. En ik heb hele leuke vogeltjes, dus ik ga iets met vogeltjes doen. Ik ga even een papiertje pakken. In dit geval niet te dik papier. Ik vind dit papier heel fijn, is 125 grams. En ik ga daar even wat vogeltjes op stempelen. Ik heb hiervoor mijn eigen set ook weer in zo'n mooie dunne doos, waar ik dus allemaal vogeltjes heb zitten. Ik even mijn inkt en ik ga wat even kijken waar ik zin in heb vandaag. Een leuk vogeltje. Laat ik deze doen? Deze, daar heb ik zin in. Plaats hem gewoon even hierop. 1. En het roodborstje. Ja. Goed ininkten. Even plaatsen en dansen met je vingers over de foamstempel. Ik maak ze niet schoon. Ik leg ze weg op deze manier. En dan kan ik ze gewoon de volgende keer weer gebruiken met mijn zwarte inkt. Wat wel belangrijk is, is om deze nu even goed te laten drogen. Ik leg hem gewoon hier bovenop. Ik doe het even met een föhn, zodat ik zeker weet dat ze goed droog zijn. En ga ik ze kleur geven. Maar het moet een contrasterende kleur zijn met die. Dus ik ga ook veel wit laten, want wit is ook een kleur. Misschien is het juist wel leuk. Om een beetje te schilderen. Dit is dan de Derwent Intense. Ik pak even een klein penseeltje. Even kijken. Laat ik die pakken. Oh, dat is de verkeerde. Dat is de grote. Ik ga toch iets met blauw doen. Maar heel donkerblauw. Ik ga het neerzetten. Die donkere kleur. Maak mijn penseel even schoon en gewoon met het natte penseeltje ga ik deze dus uit laten vloeien. Zodat je een verloopje krijgt. Ik zie dat ik iets te veel water heb gebruikt. Kijken waar mijn rol is. Nog een keer. Een beetje dat blauw erbij pakken.
uit laten lopen. En iets meer kleur. Dus het pigment vergroten hier. Zodat je hier een soort van een verloopje krijgt. Nou, datzelfde ga ik natuurlijk ook even bepalen in de borstkas, denk ik. Of ga ik de vleugeltjes doen? Nee, ik ga de vleugel doen. Dus ik maak hem nat met een lichte tint. En ik pak ook gelijk even zijn staart mee. En ik pak wat meer pigment en ik laat het zo aan de bovenkant hier erin lopen. En ik help, zie je dat? Ik help dat verloopje mee te maken. Dus ik stuur het een beetje. Extra. Dit is gewoon met één kleur. In mijn geval donkerblauw. Een beetje een indigo blauw, maar je kan dat natuurlijk met iedere kleur doen. Nou, het snaveltje wil ik dan wel heel traditioneel houden, dus echt lekker geel. Nu was mijn palet niet echt schoon meer, dus ik ga even een geel pakken. En ik vind hem hier iets te... Ah, dat kan eigenlijk ook wel ook. Misschien dat hij iets te groengelig is. Beetje oranje aan de onderkant. Heel voorzichtig. Dus even die twee kleurtjes met elkaar mengen. De rest laat ik wit. En het oogje... Even toch iets van een roze kleurtje. En ik laat een heel klein wit vlekje open. Beetje dat roze erin. Nou, ik wil nog wel wat schaduw in die buik hebben. Ik pak daarvoor een beetje roze met dat blauw. Zodat ik een soort van paarsig kleurtje krijg. Dus dat is een iets andere toon dan wat ik in die andere vlak heb gebruikt. En ik ga daar heel licht... Want ik wil hem wel wit houden. Maar even zo hier aan de onderkant een vorm van schaduw hebben. En dat kan ook een beetje zo hier aan de zijkant van zijn kop. Dat geeft gewoon wat diepte aan het stempeltje. Ja, die vind ik leuk. Die past hier ook mooi bij. Ik ga dat hetzelfde doen met deze. Dus ik weet in ieder geval wel dat die snavel geel gaat worden. Als ik het lastig vind om kleuren te bepalen, ga ik eerst de kleuren geven die ik zeker weet. Dus een beetje met het oranje. Heel voorzichtig. Een warm kleurtje aangeven aan dat snaveltje. Misschien zelfs wel een beetje roze. Maar heel weinig, heel subtiel. Het oogje doe ik ook weer roze. Maar heel weinig. En toch een wit puntje. Dan ga ik bepalen wat ik wit wil houden. Ik denk dat ik de onderkant een beetje van dat blauwige ga doen. Dus ik zet het neer. Veel water. En ik laat het verlopen, zeg maar. En misschien aan de onderkant wel wat meer. Zodat je wat meer schaduw krijgt. Zodat je een beetje het idee hebt dat het vogeltje wat ronder is. Wat dieper is. Zo. En dan loopt het hier. Naar een lichte kleur toe. Ik denk dat het wel leuk is als we iets met dat paars gaan doen. Met dat roze en paars. Misschien hier een roze paarsig kuifje. Zoiets. Het ontstaat bij mij ook altijd. Hè? Het moet wel hierbij passen. Ik vind hem iets te... Ja, hoe zeg je dat? Te roze. Dus ik ga er een beetje rood bij doen. Dat hij iets mooier past bij die kleur die ik op mijn pagina heb gebruikt. En diezelfde kleurcombinatie van dat roze en dat rood. Dit laat ik wit, ga ik in zijn vleugels zetten. Dus ik zet het neer. Ja, ik denk dat ik dit wel mooi vind. En dan wil ik hier ook weer een beetje van dat schaduw hebben. Dus ik zet het neer, maak het schoon met penseel en ik was het een heel klein beetje uit. Nu vind ik die hier aan de onderkant te licht, dus daar ga ik meer blauw aan brengen. Zie je dat dat ontstaat, omdat je niet eigenlijk weet welke kleurencombinatie je in eerste instantie wil gebruiken. Dus dat is ook weer net zoiets met zo'n pagina, dat ontstaat terwijl je bezig bent. Belangrijkste is dat je het contrast tussen licht en donker,
binnen zo'n stempeltje groot maakt, zodat hij interessanter wordt. En contrast tussen licht en donker bedoel ik daarmee. Nou, volgens mij zijn die wel heel leuk geworden. Even een slok van mijn thee hoor. Even goed feunen. Met de schaar ga ik deze even knippen. En ik knip dan geen wit randje eromheen. Dus ik knip hem echt helemaal op de stempel, zeg maar. Snaveltje. Om de kop heen. En zie hier. Heel leuk vogeltje. Gaan we er nog een maken. Ook weer tegen de stempel aan. Dus geen wit randje openlatend. En hier het laatste. Kijk, hoe leuk is dat? Deze mag weg, die kan weg. En dan vind ik het altijd leuk om met tekst te spelen. Ook even te kijken van waar wil ik hem plaatsen. Maar volgens mij ga ik ze samen hier neerplaatsen. Deze plek. Ga ik even mijn pen pakken die ik er speciaal voor gebruik. Dat is namelijk de Multiliner Brush Pen. Daar kan je hele mooie lijnen mee zetten. En ik wil hier, dan moet ik wel even zorgen dat ik een beetje recht ben. En dan ga ik even aan de onderkant kijken of ik een beetje... gelijk zit, want het hoeft niet super recht te zijn, maar hè, want het moet juist niet te recht zijn. Oké, daar gaat hij. En dan ga ik hem dus meer met de zijkant gebruiken. Zie je dat? Dat ik dan daardoor niet netjes ben, want dat is het. Ik wil vooral niet netjes. Maar hij moet niet schuin zitten. Dat was meer mijn idee. Oké, dan komen we op die lijn. Dus die vogeltjes, die ga ik ook weer inplakken met het medium. Pak mijn penseel weer, maak hem iets minder nat. Aan de achterkant smeer ik hem in. Doe dat wel even op een ander. En ik ga hem er even over de lijn heen zetten. En ik kijk ook van hoe ik hem neerzet. Zie je dat? Dus je kan een beetje draaien met je vogeltje. Het mooie van die... Inktense is dat hij na droging watervast is. Dus hij geeft geen kleur meer af. En dat is anders dan met de gebruikelijke aquarel. Die geven nog wel af. En dus dat vind ik dus altijd wel fijn aan die van de Inktense. Ook deze even aan de achterkant nat maken. Kijk hoe je hem wil neerzetten. Hè, je kan hem een beetje draaien. Ik vind hem eigenlijk wel zo mooi. En dan plak ik dat dus op deze manier vast. En weer drogen. Oké, terwijl dit doordroogt ga ik een beetje spelen met zwart en wit. Ik heb daar mijn molotovs voor. Acrylverfstift en ik ga kijken waar ik hier iets kan doen met zwart en met wit en met stipjes of met
schudden, pompen. Even kijken waar ik iets van een ritme wil. Een beetje soort, ja, het is niet echt een druppeltje, een ovaaltje. En vooral niet te netjes en niet hetzelfde, zal maar zeggen. Dat vind ik altijd wel het leukste. En dat kan misschien hier ook wel. Ook weer in een oneven, moet ik dat hier, ja, hier moet het wel achterdoor lopen, heb ik het idee. Niet te klein, zie ik al, ik ben weer te klein. Maar je kan beter te klein beginnen en hem dan groter maken dan te groot, zeg ik altijd. En dan ook weer in dit gedeelte, ja, misschien nog gewoon hier. Ook een beetje over het blauw heen. Misschien hier wat meer. Misschien hetzelfde ook met wit. Maar dan misschien met de fijne. En misschien moet ik daar dan meer iets van een lijn maken in plaats van stippen. Goed schudden. Eventueel pompen. Het mooie is dat je deze pen ook heel goed kan hervullen. Dus als ze opraken, koop je gewoon een navulling, een inktflesje, een verfflesje. En dan kan je daar perfect je kleur bij vullen. Misschien moet ik dat ook wel even met een wat dikkere lijn doen. He, je ziet dus, er bestaan ook verschillende punten. Speel daar dan ook mee. Ga ik nog even over deze lijn. Want ik wil die lijn, dat die lijn ervoor zit. Dus dan kan ik dat gewoon perfect doen met die Copic. Misschien toch nog een witje in het oogje. Misschien ook wel leuk om hier en daar wat witte stipjes te zetten. Gewoon om het vogeltje wat interessanter te maken, zomaar zeggen. Nu ga ik iets met tekst doen. Ik doe dat ook weer met die stift. Ik zorg wel dat die voldoende kleur heeft in mijn punt. Dus ik laat hem even lopen, vollopen zoals dat heet. Goed schudden, pompen. Dan ga ik iets doen met springtime bijvoorbeeld. Nu vind ik dit makkelijk om uit mijn hand te doen. Maar ik kan me voorstellen dat ik het lastig vind. Doe het dan eerst even met een potloodje. Wat vooral belangrijk is, is om hem niet super recht en egaal te doen. Maar juist verschillend. Dus... niet netjes, zeg maar. Nou, er staat hier spring. En alleen al zo vind ik het saai. Dus ik ga nu die lijnen hier en daar dikker maken. Dus de... en dat doe ik eigenlijk willekeurig. Er zit niet echt een basis aan van alleen de verticale of alleen... nee, dat is het niet. Wat ik wel doe, is dat bij de ene bijvoorbeeld ga ik hier eronder en bij de andere naar binnen, zodat ik nog een groter verschil krijg tussen die letters. Misschien maak ik deze wel weer langer. En zo speel ik dus
met de niet rechte lijn. Want dat is eigenlijk wat ik wil creëren. Dan kan je dus, doordat je het soms dikker maakt, ook een beetje corrigeren. Gaan we ook even met de S. Die mag wel wat kleiner. Dus dan ga ik hem hier aan de binnenkant doen in plaats van aan de buitenkant. Spring. En dan ga ik hier time van maken. Dus hier weer die T. Dan maak ik hier een wat dikkere lijn van. Ik zit nog te bedenken of ik... Nee, ik denk dat ik hem zo hou. Maar misschien moet ik hem wat langer maken. Anders krijg je zo heel erg zo'n net lijntje. Dat willen we niet. Althans, dat wil ik niet. Misschien die iets langer. En die weer juist korter. Zie je, dus op die manier kan je spelen. Met vormen. Ook hier weer. Nou, hier vind ik hem wat raar uitlopen door dat zwarte vlekje. Zie je dat? Misschien moet ik hem dan langer doortrekken. Het moet wel mooi flow lopen, zullen we zeggen. Ik ga nog even met een föhn erlangs. Dan wordt die tape warm. En dan kan ik hem dus heel makkelijk ervan afhalen. Nou, daar waar die dan toch nog een beetje eronder is gegaan, ga ik even met wit een beetje aantippen. Nou, hoe leuk is die geworden? Weer een pagina in mijn art journal.